Het UZ Gent is een van de grootste universitaire ziekenhuizen in België. Een internationaal referentiepunt op vlak van warme zorg, topexpertise en onderzoek. De zorg die we vandaag bieden, willen we ook verzekeren voor morgen. Daarom starten we nu met Project U. De komende jaren ondergaat onze ziekenhuiszitten een complete metamorfose. Een uitdaging. Onze campus is ongeveer 60 voetbalvelden groot. We reorganiseren onze campus met een slim masterplan, waarin we de krijtlijnen voor de toekomst uitstippelen. We centraliseren alle ziekenhuisactiviteit in het midden van de campus, waardoor rondom het ziekenhuis ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Onze site wordt een groene, gezonde plek waar het goed genezen, werken, studeren en verblijven is. Een plek die in verbinding staat met de buurt en de stad. Hekken verdwijnen en maken plaats voor parkjes en groene ontmoetingsplekken. En er komen nieuwe wandelpaden en fietswegen dwars door de campus. In het hart komt een nieuw iconisch en innovatief ziekenhuisgebouw. Dit kernziekenhuis verbindt de bestaande polyklinieken aan de ene kant met het kinderziekenhuis aan de andere kant. Het nieuwe gebouw ontwerpen we met liefde voor het bouwkundig erfgoed op de campus. We kiezen volop voor een duurzaam, modulair, flexibel en innovatief ontwerp, zodat we snel kunnen schakelen en ook in een snel veranderende wereld de beste zorg, onderwijs en onderzoek zullen kunnen bieden. Het atrium wordt het unieke verbindingspunt van het nieuwe ziekenhuis. Hier kom je binnen, heb je toegang tot je bestemming en verlaat je uiteindelijk ook weer het ziekenhuis. Het atrium bevindt zich in de publieke straat. Je vindt er het onthaal, een restaurant, een winkel, een aangename wachtruimte. Hier ontmoet iedereen elkaar. Ondersteunende functies zoals de ombudsdienst, de plekken voor preconsultaties en de bloedprikploeg vind je in de Zorgstraat. Er is ook een academische straat waar onderwijs en onderzoek centraal staan. Studenten, artsen en verpleegkundigen ontmoeten elkaar in skilllabs en vergaderzalen. Een afzonderlijke beddenstraat zorgt ervoor dat patiënten vlot kunnen verplaatst worden en niet in contact komen met bezoekers. En via een ondergrondse logistieke lus geraken medicijnen, werkmateriaal, beddengoed vlot tot bij de verpleegposten en patiëntenkamers, zonder hinder. Door deze slimme indeling zorgen we voor een zo groot mogelijke verbinding, efficiëntie en comfort. Het ziekenhuis wordt ook beter bereikbaar. Parkeren doe je straks onder het ziekenhuis, met de auto of met de fiets. Op de campus zelf krijgen voetgangers en fietsers voorrang. Grijs wordt groen. Zo wordt de campus een echte helende omgeving, met ruimte voor natuur en ontmoeting. Samen met onze partners zijn we klaar om de komende 20 jaar hieraan te bouwen. We blijven onze patiënten al die tijd met de beste zorg omringen. En we kijken nu al uit naar 2029. Dan bestaat het UZ Gent 70 jaar en hopen we je in ons nieuwe ziekenhuisgebouw te ontvangen.